Niro. En die auto, er zit een verhaaltje achter. Om te beginnen, Kia is heel druk bezig om het zo goed mogelijk te doen in de Europese markt. En ze willen graag een hele Europese uitstraling hebben. Dus ze hebben gekeken van, ja, wat kunnen we nou maken wat ons zou helpen om weer een stukje marktaandeel te veroveren. Want ze doen het al heel goed, hè, met de Seat en dat soort auto's. Die auto's die gaan echt als een trein. Nou, wat ze hebben gedaan? Ze hebben gekeken naar wat doet het goed in Europa. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar een Toyota Prius. Dat soort auto's die natuurlijk met hun milieuvriendelijke aandrijflijn het goed doen. Dus ze hebben een hybride aandrijflijn gekozen. En ze hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld BMW, naar de 2-serie. Een auto met net even wat meer ruimte. Een soort van half crossover ding met net wat meer hoofdruimte en wat meer ruimte voor de passagiers. Maar ja, wel een auto die wij persoonlijk stront lelijk vinden. Die Active Tourer hebben we het over. Hè? Dat gezinshok, zeg maar, met voorwielaandrijving. En toen dacht ik, weet je wat? Laten we nou eens alles bij elkaar gooien. En het dan ook nog in een mooi jasje. Dus ze hebben een hybride aandrijflijn gepakt en dan een fatsoenlijk design. Heel kenmerkend voor Kia natuurlijk de Tiger Nose Grille. Echt een beetje de handtekening van Kia aan het worden. Komt op alle modellen eigenlijk terug. Als we naar het silhouet kijken, ik zie er een beetje mini in. Het is wat hoger allemaal natuurlijk. Het is crossover of eigenlijk hybrid utility vehicle zoals Kia het dan zelf wil noemen. Dus er zit wel meer ruimte in, maar tegelijkertijd is het niet een hele grote auto. Dus geen sportertje of zo qua afmetingen. Als we dan doorlopen naar de achterkant. Ja, hier zie ik ook die achterlichten, een beetje mini-achtig, maar ook dit lijntje weer heel erg Volvo. Dus ja, er zitten Europese invloeden in en dat zie je heel duidelijk terug. Is uiteindelijk natuurlijk ook logisch, want de grote designbaas bij Kia en Hyundai, die komt uiteindelijk bij Audi vandaan, meneer Schreier. Dus eigenlijk wel heel logisch. En verder is het natuurlijk allemaal vet lifestyle met dakrails van plastic volgens mij. Maar hey, ze zitten er wel op. Oh nee, is toch metaal. Het ziet er uiteindelijk helemaal niet verkeerd uit. En dat exterieur, dat is dus eigenlijk wel dik voor elkaar. Ik moet zeggen, ook het interieur, niks mis mee. Gewoon nette materialen gebruikt. Het ziet er allemaal gewoon netjes, solide uit. Geen goedkope harde plastics. Het is allemaal gewoon, het is netjes, het is mooi. Infotainment systeem wat ook gewoon lekker werkt. Daar heb ik eigenlijk gewoon helemaal niks op aan te merken. Maar ja, dat fraaie ontwerp, dat moet natuurlijk ook een beetje vooruitkomen. En zoals ik al zei, ze hebben gekozen voor een hybride aandrijflijn bij Kia. En dat is een mild hybride aandrijflijn, dus er zit geen stekkermogelijkheid in. Die gaat er overigens wel komen, maar die is nog niet helemaal klaar. Maar deze hybride aandrijflijn, dat is een combinatie van een 105 pk sterke verbrandingsmotor, een 1.6 GDI. Dat is een benzineblok, laat je niet afleiden door die D in de type aanduiding. En dat hebben ze gecombineerd met een elektromotor. En in totaal komt het vermogen dan uit op 141 pk, na een of andere moeilijke rekensom. Daardoor kan je in 11,5 seconden naar de 100 en een topsnelheid van 162 km per uur. Dat is niet heel erg vlot natuurlijk, maar ja, hou ook in gedachten dat je niet per se heel vlot hoeft te rijden met deze auto. De doelgroep is natuurlijk gemiddeld toch wat ouder, houdt van Nordic Walken, dat soort dingen. En misschien jonge gezinnen, dat zal waarschijnlijk in de marketingboodschap wel verteld worden. Dus jonge gezinnen, mensen met kinderen en die al wat meer ruimte ook achterin willen en een urban lifestyle hebben waarschijnlijk ook nog. Maar goed, weet je, ook met kleine kinderen achterin ga je natuurlijk niet hardlopen rijden. Dus je kan je afvragen hoeveel dat uitmaakt. Wat heel mooi werkt is de schakeling tussen het elektro rijden en het moment dat de verbrandingsmotor erbij moet komen. Af en toe dan gebeurt dat uiteraard, zeker als je wat meer van het vermogen aanspreekt. Maar dat gaat wel echt naadloos. Echt, je merkt niet dat die motor erbij inkomt los van het geluid wat erbij komt. Maar je voelt niks in de aandrijflijn. De versnelling blijft gewoon lineair. Dus dat is echt heel mooi gedaan door Kia. Dat doen ze heel erg goed. Qua rij-eigenschappen moet ik zeggen dat deze auto me niet teleurstelt. Kia overdrijft een beetje wat mij betreft door er heel erg prat op te gaan. Dat ze de auto hebben ontwikkeld op de Nürburgring. En dat ze dan de BMW 2-serie Active Tourer dingers, Nordic Walking Edition. Dat ze die dan als benchmark hebben gebruikt. En de Golf GTE ook.
Nou ja, als ze dat hebben gedaan, hebben ze het eigenlijk wel goed gedaan, denk ik. Want ik vind hem, ik heb nooit gereden met de 2-serie Active Touren, maar de Golf GTE vind ik een prettig sturende auto. Alleen je merkt wel dat je met een wat zwaardere auto onderweg bent, met veel kilo's van die accu's die erin zitten. En dat heb ik bij deze auto niet. Ik heb niet het gevoel dat ik met een hele zware auto onderweg ben, grappig genoeg. Want ja, die accu's die zitten ook in deze auto, dus... Ja, je zou ze ook moeten voelen. Maar dat doe je niet. Onderstel is sowieso echt goed. Houdt de spootjes goed aan de grond. Ook op de wat slechter geasfalteerde boendestrassen die we hier in Zuid-Duitsland bezocht hebben. Dus ja, ook dat is eigenlijk wel dik voor elkaar. En dan komt de vraag natuurlijk van ja, maak dit je hebberig. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend voor de Nederlandse markt. Die kunnen elk moment bekendgemaakt worden. Maar ja, ze zijn nog aan het steggelen over hoe goedkoop ze hem hier in de markt mogen zetten. Kia kennende zullen ze ten opzichte van de concurrentie proberen om daar toch net even een paar duizend euro onder te gaan zitten. En ja, wie is de concurrentie dan? Nou ja, bijvoorbeeld een Toyota Prius toch ook. Want ja, ook dat is gewoon een auto voor 5 personen met een hybride aandrijflijn. Maar ook een 2-serie Active Tourer. En het leuke aan deze auto is dan wel weer dat hij 21% bijtelling heeft. Nog één dingetje, voordat ik over conclusie begin trouwens. Die naam. Ik heb het gevraagd, hè. Want ik bedoel, jullie denken hetzelfde als ik. Jullie denken dan, is dat omdat Robert De Niro? Nou ja, we weten het niet. We weten dat een designer bij Kia ooit een concept heeft gemaakt met de naam. En dat ze daarna allemaal de naam heel tof vonden. Dus hebben ze maar gehouden. Ik vraag me nog steeds af, ik wil dat nog achterhalen. Ik hoop daar nog een keer voor jullie achter te komen. Of die vernoemd is naar de beroemde acteur. Of dat er iets anders is geweest waarom ze deze auto Niro hebben genoemd. Maar goed, los daarvan. Conclusie. Ik word niet hebberig van dit concept auto. En misschien de meeste van jullie ook niet. Dat zou ik me niet meer voor kunnen stellen. Want ja, jullie gaan niet Nordic wolken in het weekend. Maar het is ondertussen wel gewoon een hele serieuze aanval van Kia op de Europese markt. Een verdere uitbreiding van het productportfolio. En ja, tegelijkertijd ook weer iets nieuws. Want ja, eigenlijk vallen ze een beetje auto's als de 2-serie Active Tourer aan. Maar dan met een hybride aandrijflijn en 21% bijtelling. Wat voor de zakelijke rijder toch bijzonder interessant kan zijn. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen goed gedaan, Kia. Goed bezig.